Helemaal leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Ik zit hier met mijn moeder. Hallo. En wij gaan iets doen wat we nog nooit gedaan hebben. Nee. Samen een shoplog. Heel spannend. Dat heb ik echt nog nooit gedaan. Nee. En wij zijn een dagje naar Duitsland geweest toen we in Centerparks verbleven. Die vlog komt nog. En daar hebben we het een en ander gekocht bij de DM. En toen dachten we, waarom niet? Ja, laten we het doen. Gewoon, ja, of ik het nou in mijn uppie laat zien of jij laat ook zien wat je hebt gehaald. We hebben best wel veel gekocht, dus wat dat betreft. De poes gaat er vandoor met de watjes. Nou, ik had watjes. Nou, laat ik dat dan maar als eerste laten zien. Dat stelt niks voor, hebben wij ook gewoon watjes. Ja, nou, ik heb ze ook. Alleen de grotere uitvoering. Voor de nagels. Voor mijn nagels, want dan hoef ik één pet te gebruiken voor twee handen. Nou, de kerel mocht één ding uitzoeken en die heeft wel drie. Daar schrok ik een beetje van, maar ja, waarom nou niet gewoon één? Drie? Ik had wel voor in het huisje. Die hebben we niet eens gebruikt. Maar kijk, hij zit nog dicht. Oh. Het is vanille. Drie verschillende kleurtjes. Nou. Erg lekker, maar we zijn er dus niet aan toegekomen om ons te gebruiken. Wat stom. We hadden een hele leuke kaarsenstandaard daar, dus we dachten, nou dan doen we vaccinelichtjes, maar... Helaas. Nou ja, ze komen alsnog wel op. Nog een keer niet zo boeiend. Ik had twee keer tandpasta. Die koop ik altijd in Nederland. Alleen hier waren ze nu maar €1 per stuk. Dus één voor mij 5. En één voor haar. Ja, zegt ze. Oh, die zag ik niet. Die had ik ook wel gewild. En daarbij kocht ik ook twee flessen Garnier Micellair reinigingswater met rozenwater. Dit is echt de allerbeste die er is. En ik had het eigenlijk gekocht omdat ik zelf een flesje mee had waar nog zo'n beetje in zat. Dus ik dacht, dan kan ik het maar beter hebben. Maar ik heb het gered daarmee. Dus lekker voor thuis. Lekker voor thuis. LVT. Lekker voor thuis. Oh. Wat? Waar staat dat? Wij hebben TikTok! Maar ik voor mezelf. En ik voor de kleinkinderen. Nee, deze heb ik eigenlijk ook voor jou gehad. Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk heb jij deze drie gehad. Eigenlijk waren ze mijn aankoop. Mijn aankoop. Maar het is voor mijn kleinzoon. Ja, en ik was jaloers. Die is gek op TikTok. En toen dacht Rebecca, nee, die niet. Dus zij heeft ook een TikTok gekregen. De Coca-Cola versie. En nou is ze helemaal gelukkig. Ja, meer had ik niet nodig. En die andere is iets met appel, toch? Die ken ik ook niet. Ja, dat is de appelmix. Rode appel. Ja, en mijn neefje is er echt helemaal weg van TikTok. Ja, dus die kan voorlopig eventjes 2 dagen snijden. Hij is geen snoeperd, maar TikTok, dat is met 1 dag weg. Zo op. Wij kregen ook nog drinken erbij. Oh ja, die kregen we gratis. Oké, jongens, waarvoor ik uiteindelijk naar de DM wilde, was hiervoor. Zal ik er ook een paar vasthouden? Hiervoor. Andersom. Oh, tadaa! Ik ben heel moeilijk met handzeep. Mijn handen kunnen bijna nergens tegen. Dan krijg ik altijd van die vellen die er helemaal afgaan en zo. En ja, dat is gewoon best wel moeilijk. En dit is het enige waar ik echt goed tegen kan. Dus nu dacht ik, nou, ik neem er even 6 mee en ik heb heel erg spijt. Oh, deze, we kwamen tot de conclusie dat die zo lekker is. En dat roken we pas terug in het huisje. Te lekker. Super stom, maar dit is echt... Heaven. Oh, ruik nou. Oh, je zou het bijna op willen drinken. Hij heet Bella Ciao en het is met grapefruit. Ja, echt de lekkerste. Als je er bent, neem er 12 mee. Ja, en ik heb er wel 2 van deze, want dit is mijn all-time fave. Daar worden je handen ook heel zacht van. Ruikt ook erg lekker. Je kan er 2 hebben, want ik heb hem ook. Ja, wil jij gewoon heel graag met tanden staan? Ja, maar niet in plaats van... Maar jij kan tegen andere handzeep. Nee, ik niet. Absoluut niet. Echt wel. Kijk, ik krijg er allemaal rimpels van. Nou, je nagels zijn helemaal blauw. Ja, ik moet gewoon die hebben. Nou, 6 stuks. Ik heb natuurlijk ook deze, de Bella Ciao. Ik wou zeggen hetzelfde, maar dit is een hele andere. En dan heb ik in plaats van de flesjes, want die heb ik thuis nog, heb ik de navulverpakking. Daar zit volgens mij... minder plastic aan. Ja, we hadden nog een hele discussie van ja, maar het is wel zonde, want dit is ook plastic en dit is hard plastic. En als je dit hebt, heb je ook gewoon hard plastic. Maar er staat op de verpakking dat het 68% minder plastic. Ja, minder plastic. Dus ik dacht, nou, ik ga gewoon mijn flesjes vullen. Het scheelt 10 cent per verpakking. Ja. En je doet er ook nog een beetje het milieu te voeden. Dat is wel evenveel, ja.
Ja, het is net zoveel. Het past precies in een flesje. Ja. Iets waarvan... Nee, iets waarbij ik tot... Nou zit de poes in de tas. Nou, anyhow, iets waarbij ik tot op de laatste seconde heb getwijfeld en uiteindelijk toch heb meegenomen, zijn deze shampoo en conditioner van L'Oreal. Oh nee, van Garnier. Deze. Dit is de Banana Hair Food. In bananengeur. En deze ruikt zo lekker. Intens lekker. Er staat ook op dat je het niet mag eten. Maar je zou het bijna willen. Het lijkt wel, het heeft ook echt zo'n verpakking van bananen. Nee, van pannenkoeken. Ja, om even een pannenkoek te bakken. Ja, waar je alleen maar water hoeft toe te voegen. Maar deze geur is echt heel erg lekker. En volgens mij scheelde het bijna de helft van Nederland. Ja, het scheelde heel veel. Dus daarom dacht ik, waarom niet? Doe maar. Oké, ik ben nou toch wel bezig. Mitchell nog 3 keer deo, dus dan moet ik deze er ook nog wel bij. Ik bedoel, hij gebruikt die handzeep ook, dus... Ja, dus dat is ook voor hem. Ja. Dus niet de, en de tandpasta gebruikt hij waarschijnlijk. Ja, dat moet wel. En dan krijg je misschien 1 tiktakje. Nou. Maar dat zijn in ieder geval deze. En die zijn echt intens lekker. Het ruikt naar die bananensnoepjes, maar dan zuur. Ja, zure bananen. Maar wel dat je denkt van, oh, ik wil even proeven. Even mag het echt niet even? Nee. Eén keer. Ik denk dat het vies tegenvalt. Oh, wat was dat? Jij? Oké, maar hoe? Jij was dat. Niet zo heel spannend. Maar wel lekker. Een detox thee meegenomen. En die was echt lekker. Hij was echt heel lekker. Ja, hij is al open, we hebben hem al gebruikt. Er zijn al heel wat zakjes uit, want hij is echt lekker. Het is ik zou wel zeggen, je moet van gember houden. Sorry, ik ging door je heen. Ja, dat wel. Hij heeft wel echt een sterke gembergeur. Brandnetels, groene thee, rozemarijn en gember. Oh, rozemarijn. Nou, dat proef ik niet hoor. Het is een zuiverende melange. Ik voel me helemaal gezuiverd. We zijn helemaal zuiver. Wij zijn helemaal, ik ben helemaal zen nu. Ja, maar de gember, dat was echt overduidelijk. Ja, want je hebt ook de Pickwick gemberthee. En die vind ik minder heftig dan die. Ja, je proeft wel meteen bam gember. Dus bam. Je moet het wel lekker vinden. Bam. Bam. Oh ja, nou hier schrok ik echt van, want dat wist ik niet. Mitchell nam ook nog kauwgom mee. Mitchell. Mitchell, durf je? Echt. Zo. Dat kan toch niet? Je mocht al deo. Zo. Anyhow, een wenkbrauwpotlood. Dit scheelde ook. Dit was gewoon de helft van de prijs. Dit is de Ash Brunette Brow Artist van L'Oréal Paris. Ja, bizar dat het zoveel scheelt. Ja, waarom hè? Want dan denk je, hoeveel verdienen ze dan op zo'n ding? Ja, maar echt. En ik nam nog lipstick en een lipliner mee. Allebei in dezelfde kleur. Die heb ik inmiddels ook gedragen. Maar toen er ook weer afgehaald. Want ik vond het best heftig. Dus ik had ook niet... Ik had zeg maar volgens mij deze outfit aan. Gewoon een beetje zo'n casual outfit. En dan dit. Ik vond het heel heftig. Ik vond hem mooi, maar jij vond hem te donker. Maar... Nou, het was ook... Ik ging hem fixen. Hier, en toen haalde ik zo'n hele veeg af. En we moesten natuurlijk gaan, want Mitchell en ik zouden gaan bowlen. Dus de tijd was aan het tikken. En toen dacht ik, nou weet je, ik haal het wel af. Ja. Oké. Hij is heftiger dan dat hij er hier uitziet. Hij is echt veel donkerder, maar hij is op zich wel mooi. Ga je me nou aanvallen? Er blijft gewoon een kat in je hand. Van hetzelfde merk nam ik ook nog een lipgloss mee. Een High Shine lipgloss. Gewoon easy, simpel. Ja, nou, makkelijk om erbij te hebben, toch? Ja. Ja? Kan niet. Nou, en ik nam, omdat ik watjes meenam, nam ik natuurlijk ook een nagellak removertje erbij. Maar niet zomaar een nagellak remover. Nee. Dit is voor extra intensieve kleuren. Dus ik heb heel vaak, ja nu niet, nu heb ik gewoon blauw. Maar ik heb heel vaak rood of donkerblauw of donkergroen. En die krijg je er heel slecht af. Dus ik denk, ik ga deze eens proberen. Kijken of het echt werkt. Dan heb ik nog, niet zo heel spannend, ook een waslotion. Die waren we vergeten. Iedereen vergeet altijd al wat. Dus we gingen douchen en toen dachten we, ja, waar ga ik eigenlijk mee douchen? Nou, en deze is pH-neutraal en dermatologisch getest. Dus moet ik denk jij, dat hè? Mijn armpjes en beentjes daar wel tegen kunnen. Ja. Ja, die moet ik wel hebben, anders krijg ik overal jeuk. Ja. Ik kan me niet wassen met bijvoorbeeld gewoon een stuk zeep of... En dan, het allerleukste, tenminste dat vinden wij, wij hebben nagellak! Like always! Oh, natuurlijk! We zeiden al, we gaan naar Duitsland vandaag en toen dachten we, goedkope Essie. Goedkope Essie. Deze hebben hetzelfde. Dit is een kleurtje die focust, zeg maar, of niet focust. Die focust op je hoofd. Die lijkt op een gegeven moment lijkt hij een beetje blauw. Maar als je hem dan weer draait, dan lijkt hij weer paars. En als je dan weer anders zit, lijkt hij weer groen. Ja, het is eigenlijk een monochroom, heet dat zo? Nee.
Hoe? Nee, ook niet Paramore. Nee, geen Paramore. Nee, Duochrome. Nee, hoe heet dat? Die auto's die zo gespoten zijn. Monochroom. Paramore. Is geen Paramore. Nee, is geen Paramore. Nee, dat is... Hij heet in ieder geval Tide of Your Life. Want dat was van de Semerminde collectie. Oh ja, dat was het, ja. Paramore is niet... Nee, Paramore dit is wit. Niet Paramore. Okay. Dit heet... Monochroom. Nee, ook niet denk ik. Ja, nee. Nee. Galaxy. Nee. We zoeken het. Laat even weten hoe dat heet. Ook een hele mooie roze-rode. Ja, wel meer rood. Meer rood is het inderdaad. En dat is echt met een heel fijn glittertje. Dus het is echt super leuk. Hij is heel erg leuk voor de kerst. Dat wel. Ik vind het echt een kerstig naslakje. En deze heet A Let's Party. En die heb ik ook in het roze meegenomen. Oh, waar ben je? Waar ben je? Daar. Ja. En dat is dan zeg maar ook met een heel fijn glittertje. Dus dat is dan een beetje de Barbie variant. Ja, er zit wat blauws in of zo. Ja, het is een beetje... Een Barbie nagellakje. Van alles wat. Monochroom. Good Vibrations heet die. Ik heb er dan ook nog één en die is heel simpel. Dat is deze. Dit is van de Expressielijn. Ja, dat is ook weer een aparte lijn. Nieuw, denk ik. Een beetje nude, maar dan neigt hij een beetje naar geel toe. Ja, niet heel mooi. Bijzonder, maar ik vind hem wel heel mooi. Ja. Ja, leuk. Ja, inderdaad. En dat was het. Nou, dat was alles inderdaad. Ja, het leek veel, omdat ik natuurlijk echt die megatas met handwas. Handwas. Nee, hoe heet het nou? Handzeep. Ja, deo. Die 3 deo's van Mitchell. Die 3 deo's en dat pakje kauwgom. Ja, dit was onze shoplog. Ik vond het leuk zo'n keer samen. Ik vind het ook leuk. En we gaan zeker nog een keer naar Duitsland. Ja, dat sowieso. En dan doen we het gewoon nog een keer. Mochten jullie het leuk vinden dat ik dit samen met mijn moeder op heb genomen, doe dan even je duimpje omhoog. Tuurlijk. Vergeet je ook niet te abonneren op mijn kanaal. En tot de volgende video. Doei doei! Doei, doei. Mwah. Mwah.